Ja, ja, heel de dag tv, daar zitten we niet mee. Dat proberen we in ieder geval vol te houden tot dinsdagavond 11:11. Ja, de maai is weg, hè? Ja, de maai is weg. Ja, maar wat er komt, er staat al een hele groep klaar volgens mij. Zullen we ze maar meteen binnenroepen? Nou, het ziet er geen uit. Ziet er geen uit, hè? We gaan naar Kaaien dan. Goedemorgen. Een heel gezelschap Thijs hebben we. Ja. Ja? Ik tref ieder jaar Oosterhout. Of Kaaiendonk. Kaaiendonk, dan mogen we geen Oosterhout zeggen. Kaaiendonk moeten we zeggen. Kijk. Goedemorgen. Dat bedoel ik maar, hè. Hallo. Goedendag. Prins minus de 12e volgens mij. Helemaal goed. Ik heb huiswerk gedaan. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Hè. Af en toe doe ik dat wel eens. Ik had een beetje tijd over. Zeg, ik hoorde van Henny, en dat is onze correspondent al 11 jaar in Henny. Kijk, Henny Brandt. Henny Brandt. Nu we het daar toch over hebben, die gaan we even onderscheiden. Die gaan we onderscheiden. Gaan we meteen even doen. Even. Henny komt er even bij. Meteen. Ja, wie? Henny Brandt. Henny Brandt, onze correspondent. Komt er even bij, Henny, want ja, die is al 11 jaar correspondent voor Baronie TV. Dus Henny. Ja, de microfoon hier zo. Ik snap niet dat hij dat volhoudt, hoor. Ik moet eigenlijk deze geven, denk ik. Maar goed, wacht even, doe het zo. Henny. Ja, het is te horen, het is te horen. Ik kom er heel dichtbij staan, hè, zo in één keer. Henny van Oosterhout, of van Kaaiendonk, of Henny Brandt, zoals we jou wel kennen. Geweldig jouw inzet hier bij Baronie TV, maar in Oosterhout, ja, wij zijn... We raken jou nooit bij. Ook al loopt hij dwars door onze kleding heen. Af en toe, hè, heel vaak zelfs. Maar als wij dan na carnaval weer de plaatjes zien en allemaal zien wat we gewist zijn, wat we allemaal niet meer weten, dan is het toch wel mooi om te zien jouw werk, zeg maar, wat daarin terugkomt. En voor het nageslacht blijft het zo allemaal behouden. Henny, ik vind het persoonlijk ook heel een eer om jou nu te mogen onderscheiden. Yes! Wij, minus de 12e bij de gratie der zotheid, prins van Kaaiendonk, ridder van het Nessuk, beschermheer der Strijense bouwvallen en dezelfde onbewoonde bossen en dorre waterloper. Enzovoort. Hebben goed gevonden en de gereserveerd Henny Brandt te benoemen tot ridder in de orde van de Kittelkast. Zo. Wegens verdienste het geslacht der Minissen bewezen. En dat zijn er veel, Henny. Ja. Hem worden toegestaan de hieraan verbonden versierselen te dragen en de verplichte onverprezen wijsheid in dienst te blijven stellen van de prins en het Rijk der Smilna. Blijf dat doen, Henny. Ja, gegeven te Winterpaleis Kaaiendonk, 19 februari 2012. Prins Minus de 12e, ontzettend bedankt voor deze onderscheiding. Dit eer ik echt. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, het heeft niemand gefilmd. En we moesten er net eventjes uit voor de eucharistieviering, Henny. Dus het is ook niet op tv uitgezonden. Maar voor de rest is het je gegund. Henny, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ik hoop dat je daar nog heel lang blijft. Ja, zeker. Dat doen we zeker. Zo, dan gaan we... Waar waren we? Waar waren we ook alweer gebleven? Zullen we eerst eens even ons Elske vragen? Koffie. 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 Kijk eens aan. Kijk. Dat hoort er ook bij, hè? Wij drinken hem zwart, zie je dat? Ja, ik zie het. Ja. Zwarte koffie. En de rest is allemaal meer melk, zie ik. Ja. Neem nog maar een bakje. Sinds vrijdag, zeg maar, Kaaiendonk, hè? Sinds gisteren, hè? Sinds gisteren, ja. Zaterdag officieel de sleutel gekregen van de stad. En die getoond aan het volk, die Kaaiendonk. Ja. Een beetje in de regen, maar voor de rest hartstikke leuk is het. En Thijs en ik die zeiden het al tegen elkaar toen de reclames draaiden. Van, ja, het is een prachtig gezelschap wat jullie bij hebben. Ja, dat is gigantisch. We zijn, ik meen, met 66 man. Mm-hmm. In totaal met de jeugdhofkapel erbij. En een dag natuurlijk. Maar een geweldig bondgezelschap, maar wel allemaal strak in pak. Lachende gezichtjes. En een club om echt mee trots op pad te gaan. Ja. Het ziet er fantastisch uit, Prins. Maar denk je dat een carnavalsclub zonder een nar kan?
Nee, die kan niet zonder een eigenaar. Maar dat zou toch ideaal zijn, vind ik. Nee, daar gaan we niet eens over weten. Nee, zeg. Nee, wij snappen wel het vraagstuk, zeg maar we gaan het niet doen. Ik vroeg vorig jaar al of Narren getrouwd zijn, maar dat lijkt me ook niet. Nee, dat wil niemand aan, joh. Nee. Is de Raad van Elf, is hij kwaad geworden of zo? Want ik, Nee. Maar een nieuwe prins neemt nieuwe humor en nieuwe grappen met zich mee. Dus, oh. Wat gaat er allemaal gebeuren? Oh, ze gaan bouwen aan de toekomst. Ja. Ik zie allemaal verhuisdozen opeens binnenkomen. Oh, wat ze... Oh, dat gaat weer... We gaan maar gewoon door. Jij gaat gewoon doorgaan. Ja, zeg, jullie optocht, die is volgens mij op maandag, zondag? Nee, vandaag. Vandaag. Zo beginnen. Zo, ja, dus ja. Daar maar er nou even reclame voor maken dan. Oké, dat mag. Ja, tuurlijk. Weer of geen weer, want in Kaaien ook schijnt de zon natuurlijk. Ja, ook al regent het hier in Breda. Maar kom allemaal met grote getalen naar de optocht kijken, zou ik zeggen. Want we hebben ze in de voorbereiding in de Minushal, we hebben een eigen bouwhal in Kaaien ook, gezien. En dat zijn prachtige voertuigen hebben ze daar gemaakt. 11 wagens rijden er dit jaar maar liefst mee. Maar dito ook grote groepen en natuurlijk in allerlei garages. En zolderkamertjes is er de afgelopen weken keihard gewerkt om een prachtige optocht te maken. Dus, Nou, wij zijn nog steeds in beeld. Zijn we nog in beeld? Ja, volgens mij gaat het nu een beetje op. Gaat nou een beetje ophouden. Nou, wij zitten achter de verhuisdozen. Ja. Zullen we eventjes naar jullie hofkapel gaan, want die hebben ook meegebracht, hè? Ja, die zijn er ook nog. En ze zitten net niet achter de verhuisdozen. Dus de hofkapel van Prins Minus de 12e. Smulnarren. Wij zijn ondertussen bij het schilderen aangekomen. Hebt u al een beetje... Kijk, u mag zo'n stukje gaan filmen. Of gaan schilderen. Een oog. Kijk, dit is allemaal door één prins gedaan. Dus u mag even een keuze maken welk stukje u wil gaan doen. Maar dan gaan we voor de neus, hè. Nou, ja, dit moet de neus voorstellen. Maar ja, ja. Dit zijn de ogen. Dan doen we de haartjes wel. Ja? Ja, nou. Doen we dat. Oh, dat
Daar gaan de haartjes horen, zie ik, ja. Oh, nee, hij gaat goed. Gert, goed gedaan, moet ik zeggen, hoor. Talentje, hè? Ja, Gert, talent. Kijk, en dan wordt hij nog in de confetti gezet de nacht. Het schilderij is meteen kapot, zie ik. Ja, nou ja. Ja, dat wordt wel gerepareerd. Dat is met echte kunst. Wij gaan zo terug naar Thijs, maar misschien dat we eventjes langs voren kunnen lopen. Want dan zien we jullie logo daar, hè? Oh ja, moet eventjes even uit. Nou, we moeten eventjes dit afdoen bij de hoogheid. Ontzettende hoogheid. Zo. En dan gaan wij terug naar de tafel. Thijs zit daar nog steeds, maar we lopen eventjes langs deze kant. Want dan kunnen we eventjes zien hoe mooi het geworden is. Kijk eens, het hele logo staat op die verhuisdozen. En toch wel een wijze raad. Ja. Je ziet wel, Thijs, de verhuisdozen worden weer afgebroken, hè? We komen weer in beeld, hoor. Ik denk dat ze nog lang blijven, hoor. Ik weet het niet. Heb jij het al gehad? Ik tref ze ieder jaar. Ja. En nou is het gaan sneeuwen, hè? Dan blijven ze hier misschien helemaal wel overnachten. Nou, ik geloof maar, we willen heel graag terug naar Kaaien. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Hoe laat begint die optocht? Om 11:00. Heb ik dan goed... ja, ik moet daar kijken. Kaaien donker, een prachtige optocht, hè? Maar wat gaat er nou weer gebeuren? Nee, dat is enorm, jongens. Kijk, onze jeugdkapel. Hallo, wij zijn jeugdkapel. De jeugdkapel? Ja, we gaan een cd maken. En jullie gaan het klaar maken. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is helemaal geweldig. Ja, onze jeugdhofkapel is natuurlijk ook een actieve club. Jongens, jonge honden bij elkaar. Mm-hmm. En die willen een cd gaan maken. Nou, de kwaliteit hebben ze al. Ja. En nu de middelen nog natuurlijk. Dus, ja, maar misschien wordt het toch een leukere generatie als deze. Nou, elke generatie is een humor natuurlijk. Nee, ik kan je beloven, die worden net zo erg. Zou het bijvoorbeeld een idee zijn, de jeugdkapel... Met Thijs van der Molen. Zou dat bijvoorbeeld kunnen? Nou, we zoeken nog wel een heel aantal momenten ervoor. Dus, wat zijn? Jij met de jeugdkapel? Met de jeugdkapel dat wel. Dat jij, maar zonder naam graag. Zonder naam. Maar dat jij het Brabants land zingt samen met de jeugdkapel. Ik weet niet wat ze dan spelen. Nou, dat komt volgend jaar niet meer mee. Volgend jaar niet meer? Nee. Gelukkig. Dat is al geregeld. Overigens hebben we wel een jeugdnaar, die zijn we al heel goed aan het trainen. Om maar met zo'n jeugdkapel iets doen en dan zijn die meiden er ook allemaal ja, bij? Ja, die zijn er ook allemaal bij. Nou, laat je dat zo graag. Mijn hart kan dat niet aan. Zullen we dan eventjes de jeugdkapel laten horen? Ja, dat is prima. Want daar gaat het tenslotte om. Laat maar zo we jullie in huis hebben. Hoppa! We'll be right back.
Hofkapel dus 0 naar. En ik hoorde juist van de prins dat als ze dus 18 jaar zijn, dan gaan ze over naar de Hofkapel. Als ze die ambitie nog steeds hebben, en dat hebben ze meestal wel, dan kunnen ze mooi doorstromen. Dus, een prachtige broedplaats, opleidingscentrum voor die gasten, de grote gasten zeg maar, in onze Hofkapel. En maar, ik moet zeggen, ze speelden zo thuis. Geweldig, echt waar. Ja. Mooi stukje muziek. Dus iedereen die denkt dat carnaval eraan gaat, die heeft het helemaal mis. Ja, en alles zo. Iedereen moet maar een voorbeeld nemen aan dit Kaaiendonkse gebeuren. Dank je wel. Want dit is toch fantastisch. Dank je wel. Thijs, ik heb goed nieuws voor jou. Ja. Dat hoorde ik ook net van de prins. De NAR, die stopte na 11 jaar mee. Dit is echt zijn laatste jaar. Dus na dit jaar ben jij van hem af. Oh, dat vind ik wel geweldig. Ja, dus daarom heb ik hem even naar jou gezet nog. We zullen meteen even een kanttekening bij plaatsen. Oh, een kanttekening. Hij heeft een nieuwe functie binnen de stichting gekregen, dus hij komt volgend jaar gewoon weer mee. En een nieuwe NAR. Dus, we zijn er niet echt vanaf. Nee, we zijn er niet helemaal vanaf, nee. Maar waarom stopte jij nou? Ik kan geen confetti meer zien. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ook niet zo erg. Ik heb vorig jaar, ben ik 3 keer naar de KNO-arts gemoeten om overal de confetti uit te halen. Oh, dat was jammer. Ja, 11 keer. Uit mijn oren, uit mijn neus en uit mijn keel. En ik heb een paar maanden niet kunnen zingen, dus daar wil ik het ook nog even met je over hebben. Ja, dat is goed, dat is prima. Hè? Maar het is geweldig. Je snapt natuurlijk wel dat het een prachtig geintje is. En je bent er vorig jaar nog bij? Ik ben er of volgend jaar? Vorig jaar was ik er ook bij, ja. En volgend jaar... ik ben er nou weer vergeten, nou vooral. Ja, maar ik had gisteren vrijdagavond ook al een vergissing. Zat ik de verkeerde punten voor te lezen. Oh, ja. Dus ik denk ook niet dat ik nog lang in dit programma ga zitten. Oké. Ja, maar zullen we het wel zien? Ja. Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is er voor mij gekomen. En iemand anders zijn droom mag dan ook. Ja, maar hoe vinden ze dat thuis dan? Dat ga je ermee stop? Heel goed. Want die zijn eerlijk? Want ik denk, die zijn één keer het jaar erg blij dat je opgelazen bent even. Nou ja, als het één keer in het jaar was, dan zou het niet zo erg zijn. Maar het is gezellig geweest. En na 11 jaar is het een mooie tijd om te stoppen. Je hebt het goed gedaan, jongen. Dankjewel, dankjewel. En het is een prachtige club met een prachtige jeugdopleiding, Ad. Ja, daar teken we voor. Denkt u daar allen aan, West-Brabantse Kapello en Carnavalsvereniging. Ja, Thijs, waar ik erg bang voor was, dat al die dozen vol met confetti zouden zitten. Maar dat is gelukkig niet. Nee. We doen altijd het vinden wat je niet verwacht. Nee, dus daar zijn we nog wel heel erg blij mee. Zeg, wat wil jij nog even kwijt tegen alle Kaaiendonkers? Nou, allereerst nog even een oproep voor iedereen in Kaaiendonk, maar ook daarbuiten. Dat we onze jeugdhofkapel, kan je even op de site kijken hoe dat hun kan steunen bij het maken van de cd. Ja. En voor de rest, Kaaiendonkers, laten wij je niet thuis houden door welk weertype dan ook. Kom lekker naar die optocht te kijken. Maar morgen ook de boerenbruiloft, die is geheel overkapt. Dat doen we volgend jaar met een optocht trouwens ook, maar daar werken we nog aan. Maar en dan dinsdag natuurlijk onze kinderkopjesoptocht. Oh, ja. En we hebben daar al zoveel van gehoord. Veel deelnemers ook weer dit jaar. En die gaan meestal als een speer, dus je moet er echt op tijd staan in de rij om het allemaal te kunnen aanschouwen. Maar het wordt geweldig in Kaaiendonk. Ja, en ik kan dan nog vertellen dat de grote optocht van Kaaiendonk, die wordt dinsdagmiddag bij Baronie TV uitgezonden tussen 3 en 5. En de kinderkopjesoptocht die zien we dinsdagavond volgens mij tussen 8 en 8:30. Ja, ik geloof dat het niet zo belangrijk is voor Kaaiendonk, want we zijn niet meer te ontvangen overal. Dus jullie niet. Ja, maar wel. Dan moet er wel aan werken, ja, hè? Wel, moet er wel aan werken. Digitaal, hè? Ja, oké. Okay, nou, maar ja, analoog niet. Ja, af en toe met al die zenders wordt er gek van. Kijk, in Dongen is het nog erger. Daar hebben ze allemaal nog antennetjes op dak staan. Maar jij zou een stukje krijgen. Ja. Zeg, gaan we nog eventjes wat muziek van hier krijgen? Ja, geweldig. Maar die jongens die willen alleen maar blazen. Dus, Oké, okay, nou, laat nog even wat horen. Wij gaan afscheid van jullie. Nee, dan moeten we officieel vragen. Dan moeten we officieel vragen. Dan zeg nee, dan hebben wij... Wij moeten er officieel vragen. Nee, dat kunnen wij alleen maar. Maar je mag het wel proberen. En de jeugdkapel met de grote jongens. Ja, probeer het eens. Probeer het eens. Jeugdkapel en grote jongens, alstublieft, speel nog wat voor ons. Het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. Zo doen we dat. Kapelmeester. Oh, wacht even. Mogen wij muziek? Ja, nou, ik ga... En bedankt, hè. Tot volgend jaar. Dank je wel.
rustiger geworden. De verhuisdozen zijn weg, Thijs. Oh ja. Ja. We zijn hier gewoon. En iedereen is hier vertrokken. Wat een geweldige club, hè? Ja, was erg. Ja, want dat is een carnavalsbedrijf, jongen. Ja, bij die jeugdopleiding. Ja. Ik vind wij moeten weer snel door. Oké. Okay. Wat mij betreft mogen ze de reclame instarten, maar ik weet niet of dat ook gaat gebeuren. Maar we gaan eerst nog even kijken naar het liedje van Kai en Donk. Want dat hebben we nog niet laten zien en dat hoort er dan toch ook bij. Goed, een coole band. En als ze er niet. Ik wil met jou als ze er niet zijn. En dat is liedje nummer 4. Dat kende jij nog wel, hè? Van vrijdagavond. Prachtige liedjes hebben we dit jaar. Prachtige liedjes. Coole band uit Kai en Donk. Hoppa! Ze bracht me van een stuk. Mijn hartje bonkte sneller, ja, ik straalde van geluk. Ze danste en ze deinde en dronk deftig haar rosé. Ik hoopte dat ze zeggen zou, ga er met me mee. Ik wil met jou wel carnavallen, van Rotterdam tot aan Maastricht. Dan wordt het feest, dan wordt het knallen. Dat is te zien aan jouw gezicht. Maar ik blijf liever in Kai en Donk. Kai en Donk, daar voelen wij ons thuis, daar zijn we op ons rond. Kai en Donk, Kai en Donk, dat is waar we thuis zijn. Hier in Kai en Donk, hier in Kai en Donk. Ze draaide zich toen om en keek me in mijn ogen aan. Mijn knieën gingen knikken, alles deed ze zo spontaan. Het is niet te geloven, wat witte was de zee. Ga er met me hossen, ga er met me mee. Ik wil met jou wel carnavallen.